Hip-hop in je smol, in je smol. Hip-hop in je smol, smol, smol. Ja, misschien dat het net, nu net uit de kinderschoenen komt, weet je wel. Alleen ik heb soms een beetje moeite mee. Soms zeg ik ook dat veel rappers zichzelf niet eens serieus nemen. Laat staan dat het publiek het serieus neemt. Zeg maar, ja, daar hoef ik helemaal geen naam of zo voor te noemen. Je hoeft een beetje een mooie rode neus te geven. En het zijn gewoon circus acts, om het zo netjes te zeggen. En wat ik dus ook merk, dat bepaalde, vooral volwassen mensen dan naar je toe komen. Jij bent een rapper, hè? Oh, yo, yo, yo. Ja. Weet je wel? En ook op muzikaal vlak lijkt het soms nog niet geïntegreerd te zijn met de popmuziek of zo, weet je. Het lijkt altijd van, je hebt hip-hop, rap en je hebt de rest van de muziek of zo. Terwijl met house en alles, weet je, alles staat op een... alles wordt serieus bekeken, zeg maar. Terwijl ook in de house dingen zijn ook mensen waarvan ik denk van, ja, kwalitatief is het helemaal niet zo goed, maar ze scoren wel hoog of zo. Alleen met dat hip-hop ding is het gewoon... Het lijkt allemaal nog ernaast te staan, weet je. Terwijl ik vind dat het allang erin kan.